maar. Ja. Ik ben Odessa van Mixfight en ik sta hier met Ilias en zijn trainer. Allereerst gefeliciteerd. Ik denk ook gefeliciteerd van al jullie fans. Je ziet er wel wat gehavender uit dan de vorige keer. Vertel ons, wat dacht je? Ja, dit was iets harder dan de vorige keer. Dus we hebben 3 rondes uitgevochten. Al met al een hele goede partij. Ik wilde het graag ook eerder beslissen. Maar zoals jullie zagen, het was een hele harde jongen. Hij was goed voorbereid en had zijn huiswerk gedaan. Ik denk dat het een hele mooie partij was. Ik hoor van iedereen dat het gevecht van de avond was. Voor de rest is er vanavond eigenlijk niet veel gebeurd. Dus ik ben wel blij. Ja. Nou, er is wel wat gebeurd. Er is 3 keer over iets gebeurd. Want jij hoorde dat je kon gaan vechten. Je was aan het voorbereiden of in ieder geval aan het opwarmen. En toen kon je je handschoenen weer uittrekken. Hoe was dat voor jou? Ja, dat was echt kut. We hebben 2 keer, 3 keer hebben we opgewarmd. Ja, ik zou de laatste partij in het eerste programma vechten. Door televisieverplichtingen en omdat er gewoon zoveel puntenoverwinningen waren, kwamen we daar niet aan toe. Toen zou ik, schema is denk ik 3-4 keer veranderd. Dus we hebben 3 keer of 4 keer hebben we echt opgewarmd. En aan het einde, ja, dan ben je gewoon zo lang aan het wachten en dat is gewoon kut. Dat is gewoon echt kut. Maar ja, onder elke omstandigheden moet je gewoon kunnen presteren en dat hebben we ook gedaan. Dus, ja. En dan mag je eindelijk beginnen, dan mag je eindelijk de kooi in. Met de opkomst, zag je al dat de zaal een beetje leeg was gelopen? Ja, ik had me er eigenlijk al op voorbereid. Want niemand wist eigenlijk dat deze partij dan nog aan het einde zou plaatsvinden. En ja, dat is minder. En volgens mij is de enige verliezer dat is Bellator zelf. Want het was denk ik het gevecht van de avond. Die hebben een heleboel mensen hebben dat niet kunnen zien. Het is op televisie, dus lekker op televisie kunnen ze lekker kijken, maar het is jammer voor hun. En merkte jij dat je mentaal toch een beetje anders erin zat? Of? Ja, tuurlijk. Het is toch even kloten. Maar ik heb me denk ik wel gewoon goed herpakt. Ik denk dat ik er goed mee heb gedeeld. Ik denk dat zij daar nog beter antwoord op kan geven. Hij heeft het meegemaakt. Ja goed, ik ben blij hoe hij het resultaat, hoe hij het gedaan heeft, opdracht goed uitgevoerd. En ten tweede, het blijft lastig als jij 3 keer opwarmt en weer terug moet. En je moet ook voorstellen dat je hier al vanaf 4:30 zit. En ik weet niet hoe laat het is nu, maar het is al erg laat. En als je dan dit nog kunt presteren, ja, dan doe je het goed. En zoals ik al eerder zei, ook al tegen Ilias, ja, in dit leven heb je heel veel tegenslagen. En dat zullen we ook met de wedstrijden of met meerdere dingen krijgen. Ja, die dingen spelen natuurlijk een rol. Maar goed, die kunnen vechten natuurlijk niet uit zijn wedstrijd halen. Al met al, ik denk dat we trots mogen zijn. Ik denk dat hij een goed gevecht heeft laten zien tegen een staande jongen die ook wel op grote podia's gestaan heeft. En opdracht goed uitgevoerd. 2-0 binnen Bellator. En op naar de volgende. Hebben jullie al enig idee wie de volgende is? Nee, ik wacht daar gewoon lekker op. We gaan gewoon weer lekker... Een paar dagen lekker rusten, woensdag, donderdag gaan we gewoon weer lekker de sportschool in. En dan gaan we naar de volgende werken. Ja. Ik hoorde ondertussen, ik stond aan de kooi, ik maakte foto's en ik hoorde ondertussen Marloes Koenen zeggen: het is een kickboxwedstrijd in een kooi. Jullie waren heel veel staan bezig, toch ging het even naar de vloer. Hoe dat grondwerk, dat was de eerste keer dat je daar eigenlijk echt van proefde. Ja, klopt. Ja, de eerste keer in de kooi zelf. Dus op het moment dat het moet gebeuren, ik denk dat ik het goed heb gedaan. Ik heb me rust gehouden. Ik heb geen schade geleden en daarna heb ik hem nog kunnen sweepen. En ben ik gewoon opgestaan. Daarna heb ik zelf nog een takedowntje gemaakt omdat ik het niet kon hebben dat ik hem zelf heb gekregen. Maar ik denk dat ik hem 2, 3 keer toch wel echt naar de grond had. Maar ja, weet je wat is wat ik vorige keer al zei? Mensen willen acties in stand. En ik denk de combinaties en de explosiviteit die we hebben laten zien hier, dat doet niemand hier. En ik had dat gisteren met Marloes Koenen ook over. Als je kijkt naar al deze mensen die hier allemaal hebben gevochten vandaag. Ja, ik denk dat het allemaal vissen zijn en dat ik er een haai daartussen ben. Ik bedoel, ik onderscheid me van de rest denk ik met wat we hebben laten zien. Maar daar trainen we hard voor. Ik bedoel, we zijn dag en nacht samen in de sportschool. En we zijn blij, we zijn blij. Ja, ik hoorde ook dat het commentaar was ook dat jij zo explosief en snel bent dat het gewoon dat we niet snappen hoe. Hoe komt dat? Wat is je geheim? Ja, deze man is het geheim. Deze man is het geheim, maar in de sportschool houden. Ja. Ja. Toch Melvin? Kon jij Melvin trouwens horen? Want Melvin die zat niet in je hoek, maar hij zat aan de... Maar, ja. die...
Tuurlijk, ja. Nee, Melvin hoorde ik heel goed. Vooral op het moment dat ik op de grond zat. Die zei, hou hem bij je en wacht op je moment. En dat heb ik gedaan. Dus, kijk, die man is een legende, een levende legende. Die heeft alles meegemaakt. En hoe dat hij van kickboksen naar het MMA is gegaan. Zo wil ik dat ook doen. En dan kan je naar niemand beter luisteren dan naar hem. Dat is een goede afsluiting. Dankjewel, jongens. Jazeker. Dankjewel.